1. Oh. En dat is niet zozeer een truc, maar dat is voor de straatgoochelaar wellicht interessant. Zeker interessant. Ik heb mij helemaal wezenloos gezocht naar dit soort tassen. Hoe noemen we dit? Dit is een pouch. Iets wie eigenlijk, zeg maar. Ja. Een pouch in een zak. Ja. En mooi groot formaat. Ja. Ideaal voor de straatgoochelaar, maar ook als je close-up goochelt, zou je hem ook kunnen gebruiken. Dit draag je om je middel. Dit draag je om je middel. Met een riemakje vast, kun je vastmaken. Dat doe je in principe door je lusjes zelfs halen, ja, als je wil, dat is niet exact. Zak je broek ook gelijk niet af. Ja, daarom. En deze pouch is gemaakt, is ook over nagedacht. In de pouch zijn niet enkel diepe vakken waar je je cups en balls zet, je ringenzet in kan doen. Maar ook kleinere zakjes waar je eventueel een kaartspel in kan doen, een sponsbalroutine. En er is een geheime doorgang gemaakt door middel van een inkeping aan de achterkant, waardoor je nog steeds in je eigen broekzak kan komen. Ja. Dus ja, ideaal gemaakt. Ja, heel mooi. Ook aan de achterkant kunnen van alles. Ja, hier is ook doen. Inderdaad vakken waar je in principe ook, waar de toeschouwers niet zo kunnen zien als ze erin kijken. Maar daar kun je ook nog in komen. Ja, klopt, via dit. Van de achterkant. Ja. En je kan van links naar rechts ook nog. Voor het idee, van boven kunnen we het allemaal zien op de camera. Even een beetje mazzel. Ja. Je hebt inderdaad hier inderdaad heel kleine vakjes waar allerlei spullen in kunnen. Ja, dit is heel mooi gemaakt. Ja, dit is degelijk. Van echt leer. Leer. Onverwoestbaar. Ja. Wel prijzig, maar nogmaals, je hebt een product voor het leven. Dus is het dan prijzig? Is het duur? Snap je? Het is niet duur voor wat het is. Voor wat het is niet. Snap je? Nee, nee. Maar het is ja. Als je hiermee werkt, op straat, als close pro, je zegt dit ga ik gebruiken, dan heb je voor je leven lang plezier. Ja. En dan is het geld ook dik waard. Ja, we gaan ik gerust googelen op street, op pouches en je betaalt makkelijke dubbel. Precies, dat bedoel ik. We hebben een hele goede prijs voor dit ding. 235 euro. Ja. En ze gaan, nou, ze vallen mij niet, want we hebben al aardig wat verkocht. Ja, ze zijn al, maar dit is ook een dingetje, jaren geleden verkochten we ook zoiets, maar dan was het enkele zak met twee vakken. Ja. Dat is leuk, maar niet bijzonder. En dit is gewoon een professionele prop. Ja, je ziet ook de naden dat ze dubbel gestikt zijn, dat alles goed in elkaar zit. Dit is, ja, heel mooi gemaakt, ook de riembevestiging. Een street pouch, mocht je als straatgoochelaar of als close-up goochelaar altijd loopt te klooien, waar moet ik mijn spullen laten? Ja. Dan is dit wellicht een uitkomst. Ja, want het voordeel is natuurlijk ook als je hier je spullen meeneemt, dat je, kijk, als je nog nooit op straat gegoocheld hebt en je iemand vraagt je, kun jij een act doen op straat? Tuurlijk. En dan ga jij met jou, weet ik veel, kom je koffertafel, rij jij de straat op. Ja, dat kan, maar dat is niet zo erg. Je zet hem neer, je zet hem open, je begint te goochelen en plotseling komen mensen voorbij lopen met een bekerspel. Dan denk je, hoe komen die mensen in een bekerspel? En dan heb je niet in de gaten dat misschien mensen aan de achterkant, of kinderen denken, hey, een pompom stikken, lalala, weet je. Ja, ik heb ook wat meegemaakt. Maar dat was op een andere plek, niet op straat. Dat soort dingen, kijk, op het moment dat jij dingen bij je draagt, precies, is alles onder jouw controle. Behalve dat je stiekem dingen kunt stelen, kunt droppen. Ja, met de cups en balls routine zou dit bijvoorbeeld ideaal zijn, want daar liep ik dus altijd mee te klooien. Ja, waar leg je nou tijdens je routine, waar ga je het vandaan stelen? Ja. Dat is het. Hier dus. Dat is het. En hier ben ik even door je hele meloenen. Echt, we hadden een 25 centimeter ringenspel konden we hierin. Aan één kant. Ja. Compleet set van 8. En dan konden we, als je kunt de foto's zien ook op de site. En dan kan er een bekerspel hier. Ja, je moet natuurlijk niet te gek maken, maar er kan echt veel in. En je hebt de spullen gewoon op je lichaam. Ja. Dus dat is fijn. Street pouch. Mooi. 2,35.